hier wonen studenten en ze zijn allemaal lid van de RSG. En ja, ik heb besloten om hier te slapen, want je kan kiezen in de rekenweek of je op de Unie blijft slapen of dat je bij een studentenvereniging wil blijven slapen. En ik heb besloten om dat bij een studentenvereniging te doen. En eigenlijk ben ik wel heel erg blij hiermee, want op de Unie moet je voor een bepaalde tijd moet je ook weg. Van 9 uur of zo word je al wakker gemaakt. En hier is het gewoon chill, rustig. Ik kan gewoon langer blijven liggen en zo. Dus ja, dat is wel heel ideaal eigenlijk. Hoi, welkom in het Scadihuis. Ja, ik slaap dus hier op de bank voor deze week. Het slaapt eigenlijk prima. Ik kom ook opgeven om te slapen op de campus. Alleen dan slaap je in een grote gymzaal en dat leek me toch eigenlijk een stuk minder, ja, een stuk minder leuk en een stuk minder fris dan gewoon slapen in een eigen huis soort van. En het is gewoon ook een stuk gezelliger en dan, ja. Maar nu slaap je hier op de bank. Op zich is dat ook niet helemaal fris, zou ik zeggen. Nee, ja, het slaapt eigenlijk prima. Ja. Nou, hier slaap ik. Dus het luchtbed. Ja, en dan hier is een bank, daar zitten we eigenlijk nooit op. En daar slaapt dan een medestudent of medestudiegenootje van mij. En ja, dat is het eigenlijk. Het is de woonkamer, we slapen in de woonkamer dus. Ja, over het algemeen hoor ik eigenlijk alleen maar positieve verhalen. Ja, je slaapt natuurlijk niet in je eigen bed, dus het is altijd dat je misschien één nachtje even een beetje moet wennen of iets minder lekker slaapt. Maar over het algemeen zorgen de Scanianen goed voor hun slapers. En is iedereen eigenlijk heel erg enthousiast en positief. Dan krijg ik ook meer een idee van hoe het is hier. En of ik binnenkort ook lid zou willen worden. Ja. En dat wil je worden? Ja, ik heb me al ingeschreven. Ja, ik begreep dat Reinoud inderdaad zich had ingeschreven. En volgens mij was hij ook ingelood. Dus dat is mooi, want aardig vent. En ik ben benieuwd naar aankomend jaar. In de eerste instantie zei ik tegen mezelf, ik ga het niet doen. Ik ga niet bij een studentenvereniging. Maar de mensen bij RSG zijn zo ontzettend vriendelijk. En daarnaast is het ook een beetje anders, want je hebt geen ontgroening of iets bij deze studentenvereniging. Dus ja, ik ben wel een beetje aan het twijfelen. Maar ik weet het nog niet. Ik moet nog even nadenken.